Dit is echt het verlengstuk van mijn leven. Hallo, good morning, liefje. Good morning. Hey. Goedemorgen allemaal. Het geluid is een beetje anders dan normaal, want ik moet met mijn grote camera filmen. Ik heb mijn vlogcamera laten vallen vanochtend. En ook echt op de voorkant van de lens. Dus ik denk dat ik die voorlopig even niet kan gebruiken. Of misschien wel nooit meer. Jullie vragen je misschien af. Waar liggen jullie? Waarom liggen jullie samen in bed? Nou, we waren gisteren dus in deze supermooie woonboot komen slapen. Om deze matras uit te proberen. Maar hoe heeft hij geslapen, dit matras? Ja, lekker. Vanavond zat ik nog wel even... Wennen. Dat weet jij nog niet. Je ligt wel lekker chill. Maar we moeten opschieten. We moeten over een kwartiertje alweer weg. Ga maar aankleden. Oké, aankleden. We gaan aankleden. Aankleden en dan ja. Ons ontbijt pakken. En ons ontbijtje pakken, want we hebben een heerlijk ontbijtje. Is dat ding zwaar? Ja, hij is super zwaar. Dus het wordt een armtraining vandaag om te vloggen met dit ding. Wat een bedrijvigheid alweer. Daar komt Jolen aan met de ontbijtjes. We hebben heerlijke ontbijtjes, maar we gaan het in de auto opeten, schat. Ja, nee, ik zit gewoon even neer. Het is een beetje zwaar. Kijk, dit hebben we. We hebben deze kok ook nog, ontbijtje. Yoghurtjes, met fruit. We hebben nog drankjes. Nou, gaan we even alle spulletjes inpakken. Zo, dag mooi huisje. Dag mooi huisje. Dankjewel voor het nachtje, mooie huisje. Nee, niks vergeten. Nou, we zijn nog even naar huis gegaan, want we waren een beetje te vroeg. Dus ik ga Jola zo op de fiets naar school brengen. En ik ga ook op een fietsje. Dit is wat er aan de hand is. Nothing is happening met mijn camera. Dit is echt het verlengstuk van mijn leven. Oh, jongens. Maar ja, ik zit al een heel tijdje te denken aan een nieuwe G7X. Dus ja, misschien moet dit dan maar de dag zijn, hè? Hij is echt naar de Filistijnen. Hij viel gewoon, een heel klein stukje maar, hè? Maar hij viel gewoon op een stenen vloer en hij viel gewoon zo. Ik had hem half in mijn hand aan de stick en het was gewoon echt alleen dit. Maar hij heeft het de laatste tijd al zo zwaar. Sinds de vakantie, ik weet niet of jullie dat hadden gezien toen, maar het was hier een keer in het zand gevallen. Toen is er zand in deze randjes gekomen. Toen heeft Bart echt dagenlang met van alles en nog wat ertussenin zitten vroeten. Toen uiteindelijk deed hij het wel weer, maar ging dit half steeds niet goed open. En heel vaak ging die niet goed dicht. Dus ik zat al heel lang te denken aan een nieuwe. Maar ja, weet je, dat koop je gewoon niet zomaar even. Nee, dat is heel duur natuurlijk. Ja. Dan gaan we nieuwe schoenen. Schoenen. En andere nieuwe dingen. Weer voor technologie dingen. Was zoet. Nou ja, maakt niet uit. Doe maar. Eerst wel een groot we beginnen met een kleine. We beginnen met een klein stuk. Oké, dit is een vieze stukje. Doe maar. Ja, oké. Zo. Zo. Het vieze stukje niet. Dit laat ik gewoon even over. Papa. Maar mogen honden niet, dus niet aan je hond geven. Als je een banaan aan je hond wilt geven, mag niet, want dat kunnen ze niet. Nee? Nee, dat mag niet. Nee, dat kan niet. Sans Junior. Ik wil deze. Welke? Deze. Mm-hmm. Ik ga proeven. Ik zit weer in de auto. Jawel, nu Jola halen.
het brengen zit altijd heel veel in de auto. Want turnen is niet om de hoek. En het is altijd, nou ja, dan weer brengen, dan weer terug naar huis, dan weer halen en dan weer terug naar huis. Dus al met al is het heel veel in de auto zitten. Gelukkig voel ik me een stuk beter vandaag. Kom denk ik door het middagslaapje. Ik heb ook nog eventjes een video afgemaakt die ik moest editen ergens voor. En dat voelt lekker om dat ook gehad te hebben. Dus ja, dat voelt allemaal heerlijk. Dat het toch nog is gelukt, ondanks het uurtje liggen vanmiddag. Heel knap. Het enige wat ik wel ben vergeten is de camera bestellen. De vlogcamera. Nou ja, vergeten. Dat is misschien niet echt helemaal waar. Misschien heb ik het toch een beetje uitgesteld. Ik vind het altijd een beetje raar om zoiets duurs zomaar hup online te bestellen. Ik vind het toch altijd prettiger om iets duurs gewoon in mijn handen te houden en te bekijken en dan te beslissen van ik koop het. Ik vind het zo raar vanaf zo'n computer nog steeds. Ja, ik ben wel heel erg oldschool denk ik, hè. Maar goed. Ik ga hem straks bestellen. En als hij dan niet morgen binnen is, dus als ik te laat ben, want het is alweer bijna 6 uur, dan ga ik hem misschien alsnog wel gewoon in de winkel kopen. Maar dat zullen we straks zien wanneer ik weer thuis ben. Zo. Gaan we nog eventjes. Hoe laat is het? 10 voor. Nog even 10 minuten bij Yola kijken. Daar is Yola weer. Ja. Opgehaald van turnen. Ja. 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 Hoe ging het? Ja, goed. Goed. Het eerste wat Yola altijd vraagt is wanneer ze in de auto stapt van turnen. En dan zegt ze: wat eten we? Wat eten we? Wat eten we? Ja, we hadden gisteren zoveel eten. Dat hebben jullie vast wel gezien. We hadden nog een bak rijst. Die hebben we niet eens uitgepakt. Die zit nog helemaal dicht. Ja, maar die rijst is zo lekker. Ja, die is zo lekker. Het zou zo zonde zijn als we dat niet eten. We gaan alle restjes lekker opwarmen. Vet chill. Hoef ik dus niet te koken. Sorry, er gaat de dinsdag waarbij ik altijd een receptje maken voor jullie deze dinsdag. Even niet, want het komt gewoon even niet zo uit. Er gebeurde vandaag iets raars. Iets vreemds. En iets bijna onmogelijks gebeurde er vandaag. Ik zat boven achter de computer te werken. En ineens hoorde ik het geluid van een stofzuiger. Wat? Van een stofzuiger. Bart was dus beneden aan het stofzuigen. Dus ik ging overeind staan en ik dacht, dit moet ik zien. Ik moet gaan kijken wat er gebeurt. En terwijl ik de trap afliep, toen dacht ik al, oh nee, hij heeft natuurlijk gewoon iets laten vallen. En dat, die attente Bart, ruimt hij nu meteen op. En dat was ook het geval. Ik dacht dat hij uit zichzelf een keer ging stofzuigen. Maar nee, hij ruimde alleen datgene op wat hij had vies gemaakt. Maar wat? En toen zei ik, oh, ik dacht dat je een keertje uit jezelf ging stofzuigen. Ja, nou ja. Eigenlijk had ik het daar laten vallen, maar ik neem nu ook even de gang mee. En toen liep ik weer terug naar boven en toen hoorde ik hem al meteen weer de stofzuiger uitdoen. Zou het nou straks met de baby ook zo gaan dat ik alles elke keer moet vragen? Ja, doe jij even jouw zuilen naar, ik doe mijn bord. Goh! Ik ruik een vieze luier. Ja, en? Nou, misschien zou je hem even kunnen verschonen. Ja, oké. Okay. Kan je dat niet uit jezelf bedenken? Maar ik moet nog een kandidaat bellen. Daarna. Ja, inderdaad. Daarna. Laat dan maar even lekker met die luier zo zitten. En dan doet hij het niet. Nee. Yola is de baas van de tafel vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe de tafel gaat worden, joh. We'll be right back.
Oh jongens, ik moet jullie wat vertellen. I did it! Ik heb de nieuwe Canon G7X Mark II besteld. Ik heb hem gewoon besteld net bij Bol. Dus morgen wordt hij bezorgd. Dus dat wordt morgen bij de deur wachten tot hij binnenkomt. Ik ben echt heel erg blij als ik hem heb. Het is grappig, want eigenlijk doordat mijn andere camera kapot ging, werd ik gedwongen om hem vandaag dus te gaan bestellen of morgen te gaan kopen. En nu ben ik echt super blij. Ik hoop dat er überhaupt iets aan deze vlog was van vandaag. Maar ach, maak me geen zorgen om. Ik ben al lang al blij dat ik niet heel erg moe ben vandaag. Een klein beetje rust heeft geholpen overdag. En ik heb gedaan wat ik wilde doen, namelijk gewoon mijn twee video's afgemaakt, waarvan eentje voor een opdracht was, dus heel belangrijk was. Dus ja, ik ben blij en tevreden over deze dag. En ik zie jullie morgen weer, natuurlijk, toch? Ja, want jullie willen ook mijn nieuwe camera wel even zien, toch? Oké, doei! Soapy, 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 soapy